Marcel, ja, dit doet pijn denk ik. Ja, het doet zeker pijn als je in je eigen land voor een vol stadion met 6-1 op je broek rijdt, dan doet dat pijn. Hoe kwam het denk je? Ja, wij waren vandaag niet goed genoeg en ook alle credits naar Australië. Speelden vandaag gewoon een fantastische wedstrijd. We zaten de eerste helft zaten we nog goed bij, maar de tweede helft werden we overklast. Oranje kwam nog op voorsprong, ging met 2-1 rusten. Ja, die 3-1 voor Australië, dat was denk ik ook wel een breekpunt, denk ik. Ja, zeker. Je zit in de rust en je weet 2-1, weet je, kan van alles gebeuren, zeker in het hokje. Maar goed, dan krijg je de 3 en 4-1 best wel snel om je oren en dan weet je dat het gedaan is. Moet die emotie bij jou nog komen, de teleurstelling? Want ja, zo ook hier nog niet. Nou, ik ben wel heel erg teleurgesteld, maar ja, als je 6-1 op je broek krijgt, dan is het ook, moet je ook gewoon eerlijk zijn. En doet het niet minder pijn, maar kun je er misschien wel iets makkelijker bij neerleggen, omdat gewoon een team gewoon beter was dan ons vandaag. En dan moet je respect hebben voor je tegenstander, voor Australië. Dat vind ik ook. Voor jou persoonlijk, ja, je bent 33 volgens mij, dus ja, WK goud zal er niet meer in zitten als hockeyer. Dat zit er in ieder geval zeker niet meer in. Nee, ja goed, het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken. Ik vind het altijd een trots en een eer om voor je land uit te mogen komen. Zeker in zo'n ambiance met zoveel supporters. De komende tijd ga ik daar eens rustig over nadenken en kijken wat de vervolgstappen zijn. En dan kom ik daar op een later moment wel op terug. Een finale verliezen is pijnlijk, maar met zulke cijfers denk ik extra pijnlijk. Ja, nou ja, aan de andere kant is de geruststelling ook snel wat groter, omdat je weet dat je eigenlijk geen kans gehad hebt. Goed begonnen, 1-0. En daarna zijn zij in een soort van overdrive gekomen waar wij geen antwoord op hadden. En 2-1 met rust, eigenlijk niks aan de hand denk je. We hebben meer overdachten. En toen viel die 3-1 en daar kwamen we niet meer bovenop. En, dat was een doodsteek denk ik, hè, die 3-1. Ja, die ging heel hard. En, goed. Daardoor blijf je wel knokken. We zijn ook blijven knokken als groep, gelukkig. Maar het mocht niet baten. Australië is dus gewoon beter. Zij zijn dus nummer 1 van de wereld. En wij nummer 2. Ja, Australië was beter, dat is denk ik een understatement, hè? Want ze waren denk ik veel beter deze wedstrijd, of niet? Ja, je mag het een understatement noemen, je mag het noemen wat je wil. We hebben deze wedstrijd verloren en we hebben hem terecht verloren. Dus ik kan er ook niet meer van maken. De missie was goud, dus dan is de teleurstelling heel erg groot, denk ik. Ja, wat we net al zeiden, hè? Het is inderdaad heel erg groot. Je droomt van goud, je zit er heel dichtbij. En helaas te licht bevonden in de finale.